vorige programma hebben we gezien hoe het Duitse Ardennenoffensief rond kerstmis 44 tot stilstand werd gebracht. Chef van de Wielen en de Vlaamse landsleiding bleven achter het front de gebeurtenissen afwachten. Degrelle daarentegen was al op 21 december België binnengetrokken, vergezeld van een 100 man sterke begeleidingsgroep. Alors tout le monde criait, chef, je peux aller avec vous. Les femmes voulaient même aller, tout le monde voulait pour eux. Tout le monde, c'était une course. Pratiquement, tout était complètement sans dessus-dessous. Et alors, Degrelle a accepté un certain nombre d'officiers, comme ça, oui, toi tu peux venir, moi tu peux venir. Il y avait de tout, pratiquement. Moi je me suis trouvé avec une brigade qui ne ressemblait plus à rien du tout, incapable de même faire mouvement. Parce qu'il y avait plus, il y a des compagnies, il n'y avait plus d'officiers. Alors que je suis parti moi-même pour aller demander des instructions au commandement allemand. Et quand je suis arrivé là, ils ont dit qu'ils ignoraient tout, que c'était le premier mot qu'ils entendaient d'arrivée de ces deux légions. Ils ont dit, nous n'avons ici que des troupes de chars qui travaillent dans les Ardennes. Qu'est-ce que voulons faire avec un petit bataillon qui n'a même pas de chariot ni de chevaux? Vous n'avez rien à voir ici. Alors j'ai compris que c'était donc une mission purement politique. Je moet niet vergeten dat enerzijds Degrelle dus commandeur is van de divisie. En langs de andere kant is hij volksführer der Wallonen. Langs de ene kant hangt hij af van zijn overste SS. En langs de andere kant krijg je dus bevelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel nu, wat gebeurt er in december 1944? Hij krijgt van de SS-hauptam, dus of führungshauptam, het bevel om zijn divisie over te brengen in de streek van Bonn, meer bepaald te Nettesheim, en die daar ter beschikking te stellen van maarschalk Walter Model. Dat is één zaak. Een tweede zaak, terzelfde tijd, via het kanaal van Binnenlandse Zaken, krijgt hij vrije hand op propagandistisch gebied. Hè? Wel nu, Degrelle die gaat daar gebruik van maken, want hij is vertrokken op 21 december in gezelschap van de eerste en de vijfde compagnie. Dat is de voorhoede. En in zijn zorg politieke elementen. Hè? Dus rijksmandatarissen die de Degrelle dus volgen naar de Rijn. En daar ter plaatse, te Nettesheim, is de Degrelle waarschijnlijk in zijn rug geduwd door die mensen. Want die mensen van de rijksbeweging die waren nogal geestdriftig. Hè? Die dachten zo, wij gaan terug naar België en wij gaan onze oude posten bezetten. Hoe verklaart u dat de Degrelle tijdens dat Ardennenoffensief België wel is binnengetrokken, terwijl de Vlaamse landsleider, chef van de Wielen, in Duitsland is blijven zitten? Ja, dat van de Wielen in Duitsland is blijven zitten, is mijns inziens een grove fout. Ik spreek natuurlijk in het raam van de collaboratie. Hè? Hè? Nu, de enige uitleg die ik kan verstrekken is dat, bon, aangezien het Waalse grondgebied het eerst aan bod kwam voor een eventuele herbezetting van België door de Duitse troepen, dat het ook maar normaal was dat de Degrelle dan in de eerste plaats ook aanwezig zou zijn. Maar ja, je kan ook zeggen Tongeren of Hasselt is toch ook niet zo ver van Luik. Hè? Dus volgens mij heeft die daar een hele grove fout begaan. Is die zwaar in de fout gegaan. Hè? Te meer dat Van de Wielen, die moet toch geweten hebben, hè, dat de Degrelle een serieuze klant was. Hè? Een politiek concurrent. Hè? Door als eerste België binnen te trekken, wilde de Degrelle zijn concurrent Van de Wielen de wind uit de zeilen nemen. De rijksleider had immers grote plannen. Hij droomde van een Europese Westmark, L'Occident, zoals hij het noemde, dat benevens België ook delen van Frankrijk en Frans sprekend Zwitserland zou omvatten. Je ne vais pas plaider le manque d'appétit, j'en avais plus que vous ne pensiez. Non seulement il y avait une réunion de ministres à Berlin le 21 décembre pour décider de la recréation d'un gouvernement belge dont je serai le chef. Mais c'est bien plus que ça que je visais, c'était toujours mon plan de l'Occident. Mais en arrivant à une formule tout à fait nouvelle de l'Europe, n'est-ce pas, c'était plus, le temps était dépassé des petites régions, elles vivaient dans un grand complexe. Et d'ailleurs, moi, c'était pas la Belgique, je vous répète, c'était l'Occident que je voulais représenter. Dans un monde où l'Occident redevenait une grande réalité. Die bewering is niet alleen totaal ongegrond, maar ze is ook onzinnig. Degrelle schijnt niet eens te vermoeden dat in het Derde Rijk de ministerraad geen politieke rol van betekenis gespeeld heeft. De laatste vergadering van de Duitse ministerraad dateert van 5 februari 1938.
Degrelle heeft het over een besluit dat zou dateren van december 1944. Op dat ogenblik was de Duitse ministerraad al ongeveer 7 jaar dood en begraven. Nu hebben andere Duitse instanties zich uitgesproken over die aanslag. Nee, geen enkele Duitse instantie, zij middeninstantie, hoogste instantie of lager, heeft zich ooit uitgesproken over het benoemen, of het pogen tot benoemen van Degrelle tot het ambt van eerste minister in België. Ook Hitler heeft ook dat Hitler gedaan. Niet. Hij zou dat kunnen doen, maar hij heeft het niet gedaan en het lag ook niet in zijn lijnen te doen. Kenmerkelijk is wel dat Degrelle telkens politieke plannen tracht te realiseren via het militaire. En daar heeft hij de bovenhand op de Vlamingen, dat weet hij trouwens goed. Hè? En een van de merkwaardigste poringen speelt zich af in het najaar 1944. Toen probeerde hij een corps d'Occident, een Westkorps, op been te brengen. En dat korps had moeten omvatten de divisie Langemarkt, ja, de divisie Wallonie en de Charlemagne. Dus was dat gelukt, dan had je Degrelle als militair bevelhebber van de Franse militaire collaboratie, de Vlaamse collaboratie en de Waalse collaboratie. Bon, zijn doel is gemakkelijk te begrijpen. Hè? Als militair bevelhebber van verschillende collaboraties samen, hoe had hij zich dan kunnen tevreden stellen met een politiek beleid zo, over een klein Wallonië? Dat bestaat niet. Hoe stond de hoogste SS-leiding tegenover de Degrelle's plannen tot opgaan van Wallonië in Frankrijk? Totaal afwijzend. En ik heb hier twee getuigenissen. Ten eerste dit van Belgen, de chef van het SS-hoofdambt, die in december aan Himmler schrijft, Wallonië moet opgaan niet in België, niet in Frankrijk, excuseer, maar Wallonië moet opgaan in Duitsland. Dat is mijn eerste getuigenis. Ik heb een tweede getuigenis dat zwaarder weegt. Kort nadien gaf Himmler persoonlijk aan zijn secretaris de volgende opdracht voor Degrelle. En laat me toe dat ik die tekst voorlees. Zeg nog eens aan Degrelle dat de Reichsführer, dat is dus Himmler, Degrelle's bemoeienissen met het Franse vraagstuk als politiek verkeerd, politisch niet richtig beschouwd, afgezien dan komt de bedreiging van het feit dat hij zich al dus in een verdacht daglicht stelt. Ik vind daarin een duidelijke dreigende waarschuwing aan het adres van Degrelle. De ambitieuze Degrelle zat evenwel niet voor één gat gevangen. Zoals hij al op 20 november 1944 aan Waalse kandidaat SS-officieren had aangekondigd. Hij moest en zou met de eerste Duitse tank Brussel binnenrijden. Monsieur Degrelle, devant votre état-major politique de Rex, avec entre autres Lambinon, De Wey, Tollens, Franzen, Garin, Daust, vous avez développé fin décembre 44 au cours de l'offensive von Rundstedt votre intention d'arriver le premier à Bruxelles, donc avant les Flamands. Car, et je cite, « Quand les Flamands arrivent les premiers, tout est perdu pour nous. » Il était donc clair que vous vouliez devenir gouverneur général de toute la Belgique. Mais, monsieur Degrelle, pourquoi ne restait-il pas dans vos déclarations une petite place pour Van de Wiel et les collaborateurs flamands? On n'était pas à égalité? Nous étions en complet accord et camaraderie. Bien sûr, il n'y avait pas une petite place. Nous avions eu des réunions ensemble pour nous mettre d'accord pour créer un gouvernement commun selon ma vieille formule de toujours, la formule fédérale. Un gouvernement avec une moitié des ministres wallons et une moitié des ministres flamands. Chaque ministère, deux sous-secrétariats, un flamand et un wallon. Et nous étions arrivés là-bas, Jeff et moi, à l'accord le plus absolu. Er zijn in dat verband afspraken geweest waaraan, als ik het zo mag zeggen, Le Beau Léon onmiddellijk zijn grote voeten heeft geveegd en achter de rug van Van de Wiel heeft getracht van alles weer onder één Belgische hoed te brengen met Degrelle als leider van het nieuwe België. Bogend op zijn militair prestige
vond de Grel steun bij zijn bondgenoten van altijd, de Waffen-SS. Terwijl Van de Wielen en zijn geuniformeerde landsleiding in Duitsland braafjes zaten te wachten, reed de roekeloze Rex-leider dwars door het frontgebied naar St. Wit, om eraan de prestigieuze bevelhebber van het 1e SS-panzerkorps, Sepp Dietrich, een volmacht te vragen. Die Sepp Dietrich, dat was een dikke vriend van de Grel, want hij had dus een toespraak gehouden tijdens de Charleroi op 1 april. Hè. En de Grel die kreeg van die man wat hij ook wou krijgen. Die had ook weinig kaas van politiek. Ja, natuurlijk, ja. En ik zal nog het volgende zeggen. Hè. De Grel die had helemaal geen volmacht nodig hè, om iets te doen. Hè. Hij deed gewoon wat hij wou en dan stelde hij iedereen voor domme feit, zoals hij trouwens altijd gedaan heeft. Hè. Le maréchal Model est venu en personne, malgré tous les soucis du combat de l'offensive des Ardennes, chez le général Sepp Dietrich, où je me trouvais, le 26 ou le 27 décembre. 44. Me transmettre par écrit tous les droits civils, politiques et militaires, pas en Wallonie, pas en Belgique, dans tous les territoires recoupés. C'était donc, nous serions arrivés une deuxième fois à Dunkerque, c'était la même chose. Et c'était pas seulement les droits civils et politiques, militaires. Wat de Grel ons hier voorhoudt is, zoals het dikwijls gebeurt bij de Grel, een mengsel van waarheid en verdichting. Of liever verzinsel. Ik zei het bijna in Duits, waarheid en dichting. Het is juist dat de Grel op 1 januari, niet in december, maar op 1 januari 1945, een burgerlijke en militaire volmacht ontving, niet van veldmaarschalk Model, de opperbevelhebber van de legergroep die het offensief uitvoerde, maar van een ondergeschikte van Model, namelijk de bekende Waffen-SS-generaal Sepp Dietrich. Dat is dus een eerste correctie. Er is een tweede correctie. De Grel beweert dat die volmacht gold voor alle heroverde gebieden, ook Franse eventueel. Dat is niet waar, ik heb de tekst van de volmacht. De volmacht gold alleen maar voor de heroverde Belgische gebieden. Nu, het is toch wel merkwaardig dat de Grel zo'n volmacht krijgt en Jef van de Wielen niet. Ja, dat is inderdaad een heel merkwaardig feit. En men moet toegeven dat zelfs indien de volmacht beperkt is tot Belgische gebieden, het toch een hele prestatie was van de Grel, die volmacht als het ware te ontfutselen, los te peuteren, hè, bij de Duitse generaal Sepp Dietrich. Ik geef toe, politiek was hij tamelijk onmondig. Maar toch is de Grel erin geslaagd in bezit te komen van die volmacht. Ik weet dat er niets van gekomen is omdat het offensief gestopt werd. Maar stel je voor dat de Duitsers in Brussel zouden aangekomen zijn. Dan kon de Grel gezwaaid hebben met zijn volmacht. Ik zei, er is niets van gekomen, maar het verdient toch opmerking dat de Grel het zover gebracht heeft. En die volmachtgeschiedenis is typisch voor zijn politieke tactiek en voor zijn manier van optreden. Hij was een handige jongen, die Grel. Hij was handig, hij was dynamisch, hij had zin voor initiatief en vooral hij zocht de gelegenheid, hij wachtte niet, hij zocht de gelegenheid om in te grijpen in het verloop der gebeurtenissen. Als het ware, hij hing de gebeurtenissen vooraf. Hij wachtte niet tot de gebeurtenissen tot hem kwamen. Voor Van de Wielen geldt juist het tegenovergestelde. Van de Wielen zit verscholen als het ware te waan met zijn mannen, heeft academisch werk voorbereid voor de herbezetting van België, maar verschijnt niet op het politiek-militaire toneel. D'abord, c'est un peu mon type de beauté. Mais deuxièmement, près d'Hitler, il n'y avait que cette solution-là possible. Hitler ne savait même pas qui c'était Van de Wiel. Il ne l'avait jamais vu. Jamais Hitler ne m'a dit un mot de Van de Wiel. À mon avis, il ne connaissait même pas son nom. C'est un très brave homme. C'est un intellectuel remarquable. Mais c'est un type moyen. Il y avait des Flamands bien supérieurs à Jef de Wiel. Et il y a cet anti bien supérieur. Même Romsey. Même Tolnar.
Il aurait été très bien déjà comme vice-premier ministre, c'était là un maximum. Mais moi je suis même convaincu, et ça me faisait de la peine, que Van de Wiel ont été balancés par les Allemands. C'est clair que Degrelle a voulu être le maître en Belgique. Absolument, il n'a jamais caché. Ça c'est certain. Il n'a jamais caché. Il n'a jamais caché. Et il a tout fait pour. Op het eind van de maand december 1944 trokken de hoogste Duitse autoriteiten evenwel een serieuze streep door de Grelles ambitieuze plannen. Er is een vaste datum, 29 december 1944, Berlijn, in het gebouw van de Rijkskanselarij heeft wat men noemt een chefbespreking plaats. Daaraan nemen deel vertegenwoordigers van het OKW, opperste legerleiding, van de SS-leiding en vertegenwoordigers van buitenlandse zaken. En daar wordt overeengekomen voor te stellen aan Hitler, dus het is eigenlijk geen besluit, het is een voorstel, voor te stellen aan Hitler, België te behandelen niet als een bezet, maar als een van de Amerikanen en de Engelsen bevrijd gebied. Een gebied waarvan men het Vlaamse deel zal toevertrouwen, dat is ook de term die gebruikt wordt, toevertrouwen aan Van de Wielen, en het Waalse deel zal toevertrouwen aan de Grelle. Dat wil nu zijn wat de Grelle betreft, dat zijn politieke ambities van hoger hand beperkt worden tot Wallonië. En dat er in de Duitse plannen geen plaats is voor de Frankrijk-politiek van de Grelle. Welke waren toen de vooruitzichten op een onmiddellijke splitsing van België? Het zal u misschien verbazen, maar geen enkele van de betrokken Duitse diensten, dus OKW, Buitenlandse Zaken, SS-leiding, heeft een onmiddellijke splitsing van België overwogen. Het tweetalige land met zijn sterk gecentraliseerde politiek werd toen nog niet rijp geacht voor de splitsing. En dat zou, volgens de beschikbare bron, nog jaren geduurd hebben eer het er rijk toe werd. Hoe dachten de Grelle en Van de Wielen daarover? Van de Grelle, is natuurlijk altijd een Belgicain geweest. Is nooit willen geloven, is er nooit willen waar voor maken voor de splitsing van België, anders Van de Wielen. In zijn boekje verscheen in 1942 Op zoek naar een vaderland, staat reeds heel duidelijk dat er aan een onmiddellijke splitsing van België na een overwinning in de oorlog niet kan gedacht worden. Dat er eerst nog een overgangsperiode zal nodig zijn. Welke bestuursvormen stelden de Duitsers dan voor in dat heroverde België? In dat geval zou, dus in afwachting van Hitlers definitieve beslissing betreffende de splitsing, zou er hier een gemeenschappelijke administratieve commissie of een administratief comité als overgangsregering gefungeerd hebben. Ze zou paritair samengesteld zijn, een aantal Vlamingen, een aantal Walen, benoemd, de ene door de Grelle, de andere door Van de Wielen. Maar over het functioneren, de bevoegdheid, het feit hoe de Grelle en Van de Wielen zouden delen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de activiteit van die commissie, leert het bronnenmateriaal niet nauwkeurig. Nu, hoe reageerden de Grelle en Van de Wielen op dit Duitse voorstel? Van de Wielen is er natuurlijk geen twijfel, Van de Wielen reageerde positief. Maar nu de Grelle. De Grelle protesteerde onmiddellijk en luid, ik bedoel op hoog niveau. Hij zond een lid van zijn militaire staf met het protest naar Berlijn. Dat protest leidde tot geen resultaat, want de man die hij moest ontmoeten op buitenlandse zaken was afwezig. Maar enkele dagen later verklaarde de Grelle in dezelfde lijn aan een vertegenwoordiger van buitenlandse zaken weer dat hij, en ik citeer, voor een politiek avontuur als de splitsing van België niet te vinden was. Hij was nog enkel bereid, en hier is de Belgique, enkel bereid politieke verantwoordelijkheid te aanvaarden indien hij tot eerste minister van een centrale Belgische regering benoemd werd. En dan komt de Grelle luid op aan het dromen, wanneer hij zegt, en zo staat het er, de rol toemeet van profeet van het nationaal socialisme in het Franstalige deel van Europa. Zo kent men mij, zegt hij. Hoe groot zou dat geweest zijn? Ja, en hoe groot zou dat geweest zijn? Een aanduiding daarover vinden we in de slotzin
van zijn ontboezeming met die vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken, wanneer hij letterlijk zegt zichzelf te beschouwen als de opvolger van Karel de Grote. Dat we zijn een rijk dat zich uitstrekte destijds van de Atlantische Oceaan tot aan de Elbe. Het mislukken van het Ardennenoffensief maakte evenwel definitief een einde aan de Grelles grootse plannen. De Amerikanen gingen in de tegenaanval. Midden januari 1945 was de slag der Ardennen voorbij. Het kostte de Duitsers bijna 110.000 man. Aan de Amerikaanse zijde vielen ruim 77.000 man. Uitgeput en gedemoraliseerd vatten de Duitse troepen de terugtocht aan. In hun zog volgden de Belgische collaborateurs, die uiteindelijk slechts een tiental dagen op Belgisch grondgebied hadden verbleven. Voor hen brak nu een tijd aan van desillusies. Vooral omdat Hitler had besloten de Belgische kwestie voortaan in de koelkast te stoppen. In januari 1945 vielen de Sovjets Duitsland vanuit het oosten binnen. In het belegerde Derde Rijk werd nu massaal gemobiliseerd. Al wie een wapen kon dragen, werd naar het front gestuurd. Voor Van de Wielen en Degrelle kwam het er nu meer dan ooit op aan zoveel mogelijk manschappen voor de Waffen-SS te werven. Daarbij werden meer nog dan tevoren dwangmiddelen gebruikt. Bijvoorbeeld arbeiders die om de een of andere reden een straf opliepen, werden soms verplicht in de Waffen-SS ingelijfd. Maar je mag hier toch ook niet volgens mij het algemene klimaat uit het oog verliezen. Duitsland verkeerde in een staat van totale oorlog. In Görlitz roept Reichsminister Dr. Goebbels die Duitse soldaten en arbeiter zu unnachgiebigem Kampf gegen den bolschewistischen Feind auf. Dass unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden. Iedereen, van jong tot oud, wordt ingezet. En men kan zich dus voorstellen dat men met de bezwaren van een stelletje Vlamingen, tenslotte buitenlanders, zeer weinig rekening heeft gehouden en dat het verzet tegen een eventuele inlijving in de divisie Langemark bijzonder weinig indruk heeft gemaakt. Nu, er werd wel morele druk uitgeoefend, bijvoorbeeld op Vlaamse jongeren, om zich voor de Langemark te melden. Ja, dat is inderdaad, dat is een ander geval. In januari 1945 gaf de bevelhebber van de divisie de opdracht een jeugdbataljon te vormen. Ongetwijfeld kwam het oorspronkelijk bevel tot oprichting van het jeugdbataljon van hogere echelons. Men mag ook niet vergeten dat dat jeugdbataljon werd dan uiteindelijk bevolkt met tieners. Want men mag niet vergeten dat zeer vele jongeren samen met hun ouders gevlucht zijn in september 1944 naar Duitsland. En dat was ook de jeugddienstplicht. Ja, inderdaad. In die jongeren werden onderworpen aan toch een zeer scherpe en vergaande maatregel van de landsleiding, namelijk de jeugddienstplicht. Dat betekende dat de jongeren verplicht werden zich te melden voor zogenaamde weersportkampen, en dat waren kampen waar men in feite een militaire vooropleiding kreeg. De landsleiding ging dan tegelijk ook werven voor dat jeugdbataljon, en het is zonder enige twijfel het geval dat zeer veel jongeren onderhevig waren aan zware morele druk om zich te melden voor dat jeugdbataljon. De Duitsers hadden grootse plannen, dacht ik, ja, met dat jeugdbataljon. We weten daar iets over dankzij de briefwisseling tussen Himmler en Reichsjugendführer Axmann. Men zag deze jongeren als het toekomstige kader van de divisie Langemark. Men dacht hen op te leiden, te kneden tot de toekomstige officieren van de divisie. Ook het voltallige politiebataljon van Verbeelen werd ondanks het protest van de manschappen die niet naar het front wilden, bij de divisie Langemark ingelijfd. De trouw was aus, men wilde nu nog als de mannen eruit holen wat erin was aan kracht. En Van de Wielen had zich onder druk gezet, niet meer. Entweder ik jetzt soldaat zijn wie ik en de anderen, oder ze müssen met zwangsarbeid onehrenhaft, also Ausschluss niet meer als onze rij en zwangsarbeid. Dan werd dat gedaan.
In mei 1943 haalde Scorzeni de krantenkoppen en het filmjournaal met de spectaculaire bevrijding van de Italiaanse fascistenleider Mussolini, die op de Gran Sasso gevangen zat. Enkele honderden Vlamingen en Walen dachten aan frontinzet te ontsnappen door zich als vrijwilligers voor de SS-jachtverbanden van Scorzeni te melden. Voorloper van deze eenheden was het SS-jachtbataljon 502, dat reeds in 1943 was opgericht om achter de vijandelijke linies spionage- en sabotageopdrachten uit te voeren. De opdracht van dat bataljon was in feite agenten af te zetten in het gebied dat bevrijd was in België. En die moesten dan ofwel sabotages uitvoeren, ofwel moesten ze inlichtingen opdrachten verwezenlijken ten voordele van de Duitsers. Ook politieke troepen uitlokken, dat is natuurlijk ook nog een sabotage, is dat het praktisch. Ja, door vooraanstaande politici of militairen te ontvoeren, of te doden. Te doden, niet te ontvoeren, was wel het doel geweest. Excuseer me, ik haal hier Duitse teksten aan. Te ontvoeren of te doden. Ja, u mocht die Duitse teksten kennen. Ik ken ze niet, maar ik weet alleen van te ontvoeren, van te doden weet ik niks. Ook misschien om verwarring in de geesten te stichten door binnen te dringen in verzetsbewegingen of, ja, of ook extremistische organisaties en deze en te trachten deze organisaties tot een gewapende opstand, ja, te doen besluiten. Dat behoort alles tot het vak sabotage en spionage. In Vlaanderen waren al heel vroeg 502 agenten actief. Zo bouwde de Vlaamse SD-agent Jozef Verstraten in het voorjaar van 1944 een clandestien netwerk van spionage- en sabotageagenten uit, de zogeheten organisatie Henriette, die na de Duitse evacuatie van België in actie moest treden. Ook de Vlaamse SS-stormbanleider voor Antwerpen, Jozef Bachot, was daarbij betrokken. Ik heb de eerste contacten gehad met de 502 in Antwerpen reeds, als ik nog als stormbanleider was. Ah, dus nog voor de evacuatie? Nog voor de evacuatie. En waarin bestond uw opdracht voor die 502-afdeling die rond uw persoon te Antwerpen werd opgericht? Ja, agenten aan te werven. Voor het geval die daar bleven. In België? In België, voor het geval dat wij terug moesten. Wanneer de Duitsers zouden aftrekken? De Duitsers zouden aftrekken, munitiedepots aanleggen. Munitie? Munitie en sprengstofdepots. En wapens. En wapens aanleggen, zodat die mensen het ter beschikking hadden. Nooit, of mogelijk niet bij die mensen thuis. In niet zozeer bij die mensen, bij die agenten thuis. Thuis, maar in bossen en op schuren en overal, waar ze niet zo rap gevonden werden. Een tweede opdracht was van inlichtingen door te geven, bij middel van een radioposten. En een derde opdracht was in feite ook van lijsten samen te stellen van mensen die gevaarlijk geacht werden voor de Duitsers, moesten de Duitsers teruggekomen zijn. Want men voorzag eventueel dat de Duitsers zouden terugkomen. Men had al min of meer in het achterhoofd een plan, het offensief van Rundstedt en zo meer. En men dacht dat het ging slagen en in dit geval zou men dan al de mensen die tot de weerstand zouden behoord hebben en zo meer, zouden die dan aangehouden geweest zijn door de Duitsers. En dat was een van de opdrachten ook van die stay behind agenten om dus die lijsten samen te stellen. Wat er wel is van die stay behind agenten, dat is dat ze zich absoluut niet Duitsgezind mochten laten voorkomen hier voor de bevolking. Ik denk dat ze zelfs aansluiting moesten zoeken met, laten we zeggen, bij de weerstandsgroepen. Ja, ja, ja. En er zijn gevallen herkend waar dat ze zich uitgaven als weerstanders, maar die zijn dan uiteindelijk dan toch in de val gelopen en aangehouden geweest. Ah, dus stay behinds die zich als weerstander hebben uitgegeven. Ja, er zijn er geweest die zich uitgaven als stay behinds, maar ze stonden al op de lijst van de Britten of van de Canadezen als die hier in onze gewesten kwamen. Door de toevloed van vrijwilligers, ook uit de Waffen-SS, na de evacuatie van België, werd het SS-jachtbataljon 502 in een aantal SS-jachtverbanden opgedeeld. In het jachtverband Noordwest werden Vlamingen, Nederlanders en Denen ondergebracht. Jozef Bachot en Karel Verlinde hadden de leiding over de twee Vlaamse compagnieën.
Opvallend in de rangen van het SS-jachtverband was de aanwezigheid van een 50-tal Vlaamse jonge dames die in het kamp van Neusterelitz een opleiding voor radiotelegrafist volgden. Maar tijd voor een parachutistenopleiding was er niet altijd. Daarom hadden de Duitsers een ingenieus, maar toch eigenaardig geval. Namelijk een soort menselijke bom of container waar drie personen konden in plaatsnemen. Deze container werd onderaan een vliegtuig bevestigd en boven het gebied waar dat ze moesten gedropt worden, liet men dus de container los. Die daalde naar beneden en er was een kabel bevestigd aan het vliegtuig die drie grote parachutes uittrok. En die menselijke container of menselijke bom kwam dus naar beneden aan drie grote parachutes. Er was ook een rubberen of een moesse schokdemper aangebracht. Tegen dat ze op de grond kwamen. Het enige voordeel dat het bood, dat was dat de drie agenten die al dus geparachuteerd waren, geen opleiding moesten hebben. En ten tweede dat ze alle drie bijeen kwamen. Zodanig dat ze niet meer achter elkander moesten zoeken. Met het Ardennenoffensief voor de deur werden verschillende SS-jachtcommando's op Belgisch grondgebied ingezet. Zo werden op 6 december 1944 drie Vlaamse jachtcommando's van de sabotagegroep Belfried in de buurt van Visé gedropt. Hun opdracht was achter de geallieerde linies sabotage te plegen op het ogenblik dat de Duitsers zouden aanvallen. Daarboven moesten ze inlichtingen inwinnen over de politieke toestand in het land, meer bepaald over het lot van de aangehouden collaborateurs. Onder andere zijn bepaalde documenten die hier door de overhaaste vlucht achtergebleven waren, heel eenvoudig teruggekeerd naar Duitsland. Lijsten van leden, documenten van leden, omdat er enorm veel mensen waren die nu beweren nooit geen lid zijn geweest, nog van het VNV, nog van de D-vlag. Die geabonneerd waren op bepaalde tijdschriften, maar om bekend wensen te blijven, die lijsten bestonden. En men heeft gedacht dat men die mensen zomaar niet kon aan een lot overlaten. En men heeft die fout weer goed gemaakt. Men had die achtergelaten en de 502 is heeft gaan dat halen. Gaan halen. Heeft dat teruggehaald. Met al de inlichtingen dat men in Duitsland had over wat er hier gebeurd was. En men had die inlichting, men wist wie bewaker was, men wist wat het verzet had gedaan. Men wist wie in de kampen zat, men kende de straffen die uitgedeeld waren kort na de bevrijding. Ik denk dat een ramp zou geweest zijn voor de Belgische bevolking. Had het Van Rundstedt offensief moeten lukken tot aan de kust. In het kader van de operatie Greif, een stoottroepactie onder leiding van Otto Skorzeny, infiltreerden Vlamingen tijdens het Ardennenoffensief in Amerikaans uniform doorheen de geallieerde linies om er strategische doelwitten te veroveren en sabotage te plegen. In het begin van de Ardennenoffensief is er een groep ingezet. Eind december 1944. Ja, zo, midden december zo was het. Ja. En die zijn zover ik weet allemaal gevallen. En hoeveel waren dat zo? 10 man zo. Schat ik al zo. Dan is er een tweede groep geweest, ongeveer 30 man, die bestond uit Duitse en Vlamingen. Die is met Amerikaanse vaartuigen, in Amerikaanse uniformen, met Amerikaanse wapens. Die zijn allemaal gesnapt worden en zover ik weet allemaal opgehangen. Allemaal opgehangen? Allemaal opgehangen. Maar is er nog geen derde groep, nog een andere groep met Vlamingen die daar ingezet is geworden tijdens het Ardennenoffensief? Ja, er is nog een derde groep geweest, die had dezelfde opdracht, gelijk de andere groep, Eisenhower gevangen te nemen. Of te doden? Gevangen te nemen, weet ik. Voor dit tot zuid, dat is een blague, een mop, kom van dit en Flamand, die heeft inventé par Skorzeny, pour que son adjoint, qui s'appelait Stilnau, je crois, se taise, parce qu'il était beaucoup trop bavard, et Skorzeny a appris qu'il racontait des histoires, et lui a lui-même dit, c'est bien pire que ce que tu racontes, nous allons nous emparer de Eisenhower. Alors l'autre s'est empressé d'aller raconter ça de tous les côtés, ce que Skorzeny attendait un peu, mais ce qu'il n'attendait pas, c'est la pagaille incroyable que ça a déterminé chez les Américains, des contrôles qui ont... On a contrôlé plusieurs fois Montgomery, on a retenu Bradley pendant un certain temps. Eux l'ont cru. Comment? Les Américains, eux l'ont cru. Ah, bah, oui, eux l'ont cru. Oui.
tot waar in België zijn die groepen kunnen geraken? Hoe ver zijn ze kunnen geraken? Niet ver. Niet ver? Niet ver, nee. Sommigen hebben aangevoerd dat ze geraakt zijn tot in de buurt van Leuven, maar... Nee, Otto, dat is niet waar. Ze zijn niet zo ver geweest. Ze zijn werkelijk niet ver geweest. Mm-hmm. Une jeep a été capturée tout près de... Oui, parce que le chauffeur a eu la suprême idée d'aller commander du pétrole chez les Américains, qui n'emploient jamais ce mot, qui disent « I want some gas ». Eux, c'est gas. Hein? Et ils demandent pétrole et ils ajoutent « please ». Encore une chose que jamais vous n'entendrez un Américain dire ça. Alors là, ils sont enfouis, mais ils sont allés se jeter sur un camion qui arrivait. Ils ont été capturés. Al die inzetten zijn eigenlijk mislukt. Die inzetten zijn mislukt. Ben, c'était la pagaille. Ces gens partaient mal équipés, mal formés, mal entraînés. Nous en avons pris un qui avait un revolver 9 mm et des cartouches de 7.65. Ça doit être dur avec plutôt, oui. Ook na het mislukken van het Ardennenoffensief bleven de Duitsers SS-jachtcommando's naar België sturen. Zo werd bijvoorbeeld op 15 maart 1945 de groep Henriette met een buitgemaakt Amerikaans vliegtuig achter de geallieerde linies gedropt. De groep omvatte Jan Moraal, de gewezen SS-stormbandleider voor Limburg, Jan Huygens, een gewezen scheepssteward, die door zijn talenkennis al in de zomer van 1943 persoonlijk door Skorzeny werd gerecruiteerd. Verder ook nog Anita Prelogar, die als radiotelegrafist optrad, Jeff Klaas, een gewezen activist, en Marcel Maggen. Zij hadden de opdracht met achtergebleven Duitse agenten contact op te nemen en uit te zoeken of de geheime wapendepots nog intact waren gebleven. In de opdracht was ook, ze moesten opruimen met die agenten die afgesprongen waren of die verraden hebben. Afgesprongen wil zeggen, die omgekeerd waren, die met de vijand meededen. Ah, ja. Of die ontrouw waren geworden die ontrouw aan de waren. Duitse zaak. Ja, afspringen. Die moest men van kant maken, hè? Ja, opruimen. Opruimen, ja. Wij zijn in Echterdingen, luchthaven van Stuttgart, in een Amerikaanse buitgemaakte vliegende vesting gestegen. Een vliegtuig dat bemand was met Duitse piloten. Daarmee zijn we vertrokken en met de bedoeling naar Limburg te vliegen via Marseille en Lyon. Maar wij werden dan ter hoogte van Holnon, Saint-Quentin, werden we beschoten door de Amerikaanse vlak. En er was tijd om uit te springen? Ons vliegtuig heeft schijnbeweging gemaakt en wij zijn uitgesprongen. Jan Moraal eerst, gevolgd door Anita, maar die heeft schrik gekregen, die is achter in het vliegtuig weggelopen en die bemanning die heeft daar achterna gezet in dat vliegtuig, vastgegrabbeld, meegenomen naar de poort en daar heb ik ze nog met mijn knie een duw in hun rug gegeven dat ze eruit stortten. Ikzelf ben met mijn parachute terechtgekomen in een bos, boven in een hoge beuk. En mijn zak die ik bij had, een zak van 50 kilo, waar dat mijn eten in zat, waar mijn kleren in zaten, mijn zintoestel in zat enzovoort, wapens, hingen in een volgende boom, in een andere boom van dat bos. Waar zat dan die Annie Prelogar? Was die, heb ik horen roepen nog, help mij, ik hang hier tussen twee bomen. Die was tussen twee bomen blijven hangen. Ik heb haar gevraagd, waar is dat? En hij heeft me geantwoord, hier, maar hier in zo'n bos, midden in de nacht. Midden in het slijk, tot aan mijn knieën vol slijk. Je hebt het dan maar opgegeven. En dan heb ik het opgegeven, ben ik toevallig op een weggetje terechtgekomen waar een wegwijzer stond, Saint-Quentin, 6 kilometer. Dat was natuurlijk een geweldige deceptie voor mij. Alle leden van de groep Henriette werden uiteindelijk door de Belgische militaire veiligheid aangehouden. In april 1945, toen het einde van de oorlog naderde, werden Vlaamse jachtcommando's ook aan het oostfront ingezet. Jozef Bagot trok met zijn compagnie naar Beieren, waar hij tijdens de allerlaatste dagen van de oorlog nog manschappen als weerwolven inzette, met als opdracht sabotage te plegen en geallieerde militairen en Amerikaans gezinde burgers om het leven te brengen. L'idée loup-garou vient de Goebbels. Elle a été réalisée avec l'aide d'Himmler,
avant tout par les organes SS, dans un but de propagande, c'est certain. Moi j'en ai pris un de 15 ans, et qui ne paraissait pas en plus. Pourquoi? Parce que celui-là était, comme disaient les Allemands, un aufisch, il n'attirait pas l'attention. Et c'était lui qui faisait de l'information, qui allait couper les câbles téléphoniques, et des opérations de sabotage plus raffinées, n'est-ce pas? J'ai vu de mes yeux, dans une rigole, un blessé, un werwolf blessé, qui suppliait, d'ours, il avait soif. Et un soldat s'approche avec sa gourde, et je crie encore, ne le touche pas. Trop tard, ils sautent tous les deux. La tête du blessé était piégée d'une personne armée, hein, qui a sauté, qui a envoyé 500 balles dans toutes les directions. Le portrait d'Hitler dans l'école communale de Bure qui a servi d'état-major, de local d'état-major à un des groupes combattants allemands. Nous y entrons après avoir dû nettoyer toutes les pièces une par une, et c'est en sortant d'une de ces pièces, je vous l'ai raconté, qu'on croyait avoir tout nettoyé et qu'il n'y avait plus de morts, et derrière une porte de la cuisine, il y en a un qui était resté, et le poignard en avant. Alors... Il vous a sauté dessus. Il m'a sauté dessus, le résultat est visible. Évidemment, moi j'ai répondu, et bien nous entrons dans la salle de classe, donc, de ce petit village, d'un village de 300 habitants, et le portrait d'Hitler trônait encore. Et j'ai un des hommes qui se précipite pour l'arracher, et je lui dis, touche pas, trop tard. Saute avec le portrait est terminé. Ils avaient mis une booby-trap derrière leur fureur. Oui, un booby-trap derrière. Même de leur fureur. Oui, même de leur fureur. Toen de Russische legers in april 1945 aan de Oder doorbraken, werden de SS-divisies Langemark en Wallonië voor een laatste maal in de strijd geworpen. Voordien hadden ze reeds in Oost-Pruisen en Pommeren tevergeefs gepoogd de Russische vloedgolf tegen te houden. Terwijl zowat iedereen ervan overtuigd was dat Duitsland de oorlog verloren had, bleven Vlaamse en Waalse waffen-SS'ers bereid de wapens op te nemen. In de eerste plaats stelt men vast dat het geloof in de Duitse onoverwinnelijkheid zeer sterk was. Zo sterk dat zeer vele van de Vlaamse oostfronters er tot de laatste dagen in zijn blijven geloven. En dat zegt dan voor mij in de eerste plaats iets over de efficiëntie van de indoctrinatie en de propaganda waaraan deze mensen onderhevig waren. Dat ligt in de ganse ontwikkeling van hetgeen Verschaven verteld heeft. Je moet terugstrijder worden, zelfs al is het voor een verloren zaak. Je moet alles geven, het is beter van ten onder te gaan, in eer, dan u over te geven. Ik ken een heleboel mensen die tot de allerlaatste dag zijn blijven geloven dat er nog iets ging gebeuren. Het mirakel. Dat het mirakel nog ging komen dat heel de zaak deed kantelen. Het geheim wapen. Een van die mensen die daar tot het allerlaatste ogenblik is blijven in geloven, zit nu hier voor u, onder andere. Daarbij moet men zich natuurlijk ook realiseren dat de vrijwilligers onderworpen waren aan de krijgswet. En dat op desertie de doodstraf stond. En in de laatste maanden van de oorlog zeker, hebben de jagende veldgendarmen, die dus achter de legers, deserteurs, mogelijke deserteurs opspoorde, dat die veldgendarmen zeer weinig woorden hebben vuilgemaakt aan mensen die zij konden vatten. Zijn er dan Vlamingen terechtgesteld? Er zijn inderdaad Vlamingen als deserteurs opgehangen en geëxecuteerd, ja, zeer zeker. Maar wat wel belangrijk is te vermelden, is dat maar niet alle Waalse oostfronters bereid waren tot het uiterste te vechten. Dat was maar een kleine minderheid. Je mag stellen dat de Waalse divisie in zijn geheel gevechten heeft geleverd tot half maart. Dus tot na de gevechten van Aldam. En toen was de rexistische kaars uitgeblazen. In die zin dat de Grellen
zijn officieren, of tenminste de rexistische officieren, opdracht had gegeven zich niet meer bloot te stellen aan gevaren en zich in reserve te stellen. Dat is dan ook gebeurd. De fakkel die werd dan overgenomen door wat ik heet de achterblijvers, de laatkomers. Maar een factor die daarbij toch ook niet mag onderschat worden en zeker moet vermeld worden, is de wijze waarop het Rode Leger zijn veroveringstocht aanvatte en optrad dus in het bezette Duitsland. En de angstpsychose die daarmee gepaard ging, vooral dan bij de burgerbevolking. En ik denk dat in dat element toch ook heel wat vrijwilligers nieuwe kracht hebben geput om verder te vechten. Dorpen bijvoorbeeld, die een paar dagen of een nacht of een dag in handen van de Russen geweest waren, hebben wij veroverd. En wat we daar zagen, was een uitgestorven, iets verschrikkelijk. Een uitgestorven dorp. Hoezo uitgestorven? Ja, wat er nog leefde, of wat er nog zou geleefd hebben, was vermoord. De vrouwen lagen vermoord, verkracht. Zelfs de oude vrouwen. De oude mannen, maar jonge mannen, waren niet meer in die dorpen. Die stonden aan de fronten, de jonge Duitsers. De oude mannen gingen opgehangen aan de bomen. Naakt, hun geslachtsdeel afgesneden. De kinderen, die lagen opengesneden in de straten. De dieren, de honden, de varkens, de katten, wat weet ik allemaal, de koeien enzovoort, die waren ook omgebracht. Dergelijke wandaden waren in de Tweede Wereldoorlog niet het monopolie van de Russische troepen. Zoals men zich zal herinneren uit onze reeks over de oostfronters, zijn de Duitsers op dezelfde manier te werk gegaan in de Sovjet-Unie. Dante heeft in zijn Inferno bepaalde zaken beschreven. Wel, die zaken aan het oostfront wat wij meegemaakt hebben, waren een Inferno van Dante waardig. En daarom was onze laatste kogel, mijn laatste kogel, die bewaarde ik voor mezelf. En er waren veel kameraden die hetzelfde deden. Leichte und schwere Flak bekämpfen Panzer und aufgesessene Infanterie. Dieser erheblich verwundete Sturmgeschützfahrer sitzt, kaum dass er verbunden ist, wieder auf seinem Fahrzeug. Das ist der im OKW-Bericht genannte Fahnenjunker Feldwebel Schmückle mit seinen Männern. Bei seinem ersten Infanterieeinsatz hielt Schmückles Zug einen entscheidenden Punkt an der Oderfront 24 Stunden gegen eine gewaltige sowjetische Übermacht und erfüllte damit vorbildlich das Gebot der Stunde. Kämpfen und stehen. Tijdens de laatste weken van de oorlog werden de 15, 16-jarige Vlaamse jongens van het jeugdbataljon van de divisie Langemark in de strijd geworpen. Ik ben eigenlijk altijd verrast geweest hoe enthousiast de jongens nog waren tot op het laatste ogenblik. Ik kan mij herinneren toen wij naar het front trokken, op het einde van de oorlog nog, naar die Oder Delta, en wij honderden Duitse soldaten zagen terugtrekken. Ik kan me nog herinneren hoe die Vlaamse soldaten dan zingend naar het front marcheerden. En vol enthousiasme nog. Terwijl de anderen terugtrokken. Dat is ook een beeld dat mij altijd zal bijblijven. Hij heeft gezegd dat ze nauwelijks wisten hoe ze een machinegeweer moesten vasthouden. Ze waren zeker niet in staat of niet klaar om aan een gevecht deel te nemen. En men had ons beloofd dat die jongens achteruit zouden getrokken worden. Eerst degelijk opgeleid, vooral eerst in het front gestuurd werden. Maar dat is allemaal door de gebeurtenissen achterhaald. En toen de Russen dus een volledige doorbraak aan het verwezenlijken waren, heeft men er alles in gegooid dat men maar had. Het is zo, en dat is een historische waarheid, dat de eerste en de tweede compagnie van dat jeugdbataljon op die terugtocht ingehaald zijn door het front. En dat zij in de buurt van Prenzlau rechtsomkeerd hebben moeten maken en dat zij de verdediging van de stad Prenzlau gedeeltelijk op zich hebben genomen. En dat zij aan de Prenzlauer meren hebben gevochten. En dat daar heel wat jongens zijn gesneuveld. Dat is een historische waarheid. Ja.
elkaar geslagen vluchtten de Vlaamse en Waalse SS-divisies, of tenminste wat er van overbleef, in westelijke richting. Want het gerucht deed immers de ronde dat met de Amerikanen tegen de Sovjets zou worden opgetrokken. Maar dat bleek een ijdele hoop. Tevergeefs probeerde Degrelle zich als gesprekspartner bij eventuele vredesonderhandelingen op te dringen, om voor zichzelf en zijn manschappen een vrijgeleide te krijgen. Het was op 29 april, meer bepaald de Lossingerhütte, heeft hij nog een laatste gesprek met Standartenführer Müller, dus de nieuwe bevelhebber van de Lange Markt. En dat gesprek heeft hoofdzakelijk tot doel zich op te dringen, dus ik spreek in de naam van de Gelders, zich op te dringen als de enige gesprekspartner voor de Walen en de Vlamingen. Dus op 29 april heeft de Gelders nog altijd niet de gedachte opgegeven dat hij één dag dus zou kunnen optreden als enige gesprekspartner voor Walen en bij vredesonderhandelingen. Bij eventuele vredesonderhandelingen. Er restte de Rijksleider niets anders dan definitief zijn biezen te pakken, want hij wist dat het Belgisch krijgsgerecht hem in december 1944 bij verstek ter dood had veroordeeld. Voor hij eind april 1945 met de noorderzon verdween, deed de Degrelle aan zijn manschappen nog een laatste en alweer loze belofte. Deux jours avant la capitulation d'Allemagne, je l'ai rencontré à Zaren, en Mecklembourg, au moment où les Russes s'avançaient en masse et allaient se rencontrer avec les Américains. Nous étions pris entre les deux et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voyez, quelle situation où nous trouvons, nous, moi c'est de la politique, ça, moi j'ai fini ma tâche de militaire, les combats sont finis, les Allemands ne se battent plus, mais qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Il m'a dit, il ne faut pas vous inquiéter, j'ai pris toutes mes assurances, j'ai eu des contacts avec Van Zeeland en Angleterre, et nous n'avons rien à craindre, nous serons considérés comme des combattants anti-bolchevistes, des prisonniers de guerre, par conséquent, ne vous faites pas de bulles, vous l'avez déjà été avant, m'a-t-il dit, vous le serez encore une fois. Mais il n'est pas question qu'on nous traite. Ah bon, j'ai dit, c'est très bien. Là-dessus, il a disparu, il est parti au Danemark et puis en Norvège, et puis je ne l'ai plus jamais vu. Encore maintenant, je ne l'ai plus jamais rencontré. Degrelle, à la fin de la guerre, a abandonné la Légion. Je vais être cruel, mais pour moi, il a déserté la Légion. Als militair, als bevelhebber van de divisie, had hij, zo dunkt me, de plicht om bij zijn mannen te blijven. Dat hebben anderen trouwens ook gedaan. Ik noem bijvoorbeeld Hellebout, noem ook Jules Mathieu, regimentscommandeur. Die mensen zijn gebleven en werden daarvoor zwaar geboet. Alors, c'était pas fini. Nous avions ordre tous, l'ordre général, nord, 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 que j'avais d'ailleurs donné à Hellebout. Je suis filé à Copenhague. Dans une petite Volkswagen, nous n'étions que trois. Vous n'imaginez pas ce que c'était avec tout le Danemark qui se soulevait, les Allemands déjà barricadés dans leurs fils de fer barbelés, les femmes qui nous montraient leur derrière au bord de la route. C'était d'ailleurs un très joli spectacle. De là, nous sommes passés en Norvège. Et c'est après trois jours en Norvège qu'il y a eu la capitulation de la Norvège. Et avec le dernier qui me restait, qui était Robert De Wilde, un de mes officiers d'ordonnance, que nous sommes partis, et j'ai risqué le coup de la guerre d'Espagne. Croyez-moi, c'était pas simple. Il n'y en a pas un seul autre au monde qui l'ait risqué. C'est le dernier avion qui est volé dans les airs avec la croix gammée. Ce que j'ai fait, beaucoup d'autres pouvaient le faire, personne n'a osé le faire, j'ai cru à ma chance et j'ai gagné. Op 30 april 1945 had Hitler in het omsingelde Berlijn zelfmoord gepleegd. Dit was het einde van het Derde Rijk. Hitlers oorlogsmachine was verslagen en vernietigd. Duitsland was in ruïne. Op 8 mei ondertekende veldmaarschalk Keitel te Berlijn de onvoorwaardelijke overgave. Diezelfde dag, terwijl men overal in Europa het einde van de Tweede Wereldoorlog vierde, maakte een Duitse Heinkel een buiklanding op een strand in de buurt van San Sebastian. Aan boord Léon Degrelle, die in het Spanje van Franco een veilig onderkomen vond. Tot een uitlevering aan België is het nooit gekomen. De Degrelle's manschappen daarentegen belanden zoals de Vlaamse Waffen-SS'ers in krijgsgevangenschap. Van de zowat 10.000 Vlaamse Waffen-SS'ers staan er vandaag 1800 als gesneuveld of vermist opgegeven.
Van de 7000 Waalse oostfronters bleven er 1400 op het slagveld achter. De overlevenden dienden na de oorlog samen met de overige collaborateurs voor het Belgisch krijgsgerecht verantwoording af te leggen. Maar daarover verneemt u meer in een volgende reeks over de repressie. Nu, hoe kijken de gewezen oostfronters vandaag terug op hun inzet tegen het bolsjevisme? Achten zij hun naoorlogse bestraffing door het Belgische krijgsgerecht, achten zij die gerechtvaardigd? Ik denk, dat moet dan vooraf gezegd worden toch, als ik op deze vraag moet antwoorden, dat de meerderheid van de Vlaamse oostfronters gedreven werd in hun engagement door wat ik noem ideële motieven. Bij gevolg beschouwden zij zich tijdens de repressieperiode als politieke delinquenten. Dat is belangrijk op de eerste plaats. Zij kregen van de militaire rechtbanken vrijwel steeds zware straffen. Dat ging tot de doodstraf? Ja, levenslange hechtenis en tot de doodstraf toe. Weliswaar is er dan van meet af aan een gratiebeleid gevoerd dat in eerste instantie effectieve executies voorkwam. En later dan ook de gevangenisstraffen heeft omgezet tot lichtere straffen. Maar toch hebben de meeste oostfronters hun straf als niet gerechtvaardigd ervaren. De Koude Oorlog heeft hen natuurlijk gesterkt in hun overtuiging dat zij het bij het rechte eind hadden. Mijn overtuiging, de overtuiging waarvoor ik naar het front gegaan ben, is behouden gebleven tot op de dag van vandaag. Daar is niets aan veranderd. Daar waar een Vlaamse oostfronter kon zeggen, ik ben vertrokken naar het oostfront voor Outre en Heert, of voor een beter en zelfstandig Vlaanderen, kon de Waalse oostfronter alleen maar zeggen, ik ben uit anticommunisme, uit antibolsjevisme naar het front getrokken. Of voor de Gellen. Ja, maar je kan ook zeggen dat weinigen, zeer weinigen, hun verleden hebben verloochend. En dat heeft mijn inziens weiniger te maken met misplaatst fanatisme of latente nostalgie naar een zeker verleden, dan wel met de betiteling, hè. Men heeft ze waren landverraders, dit traître. En dat woord traître, landverraders, dat wordt door hen niet geaccepteerd. Hè. Omdat ze vertrokken zijn met een Belgische vlag? Ja, ook ja. En ook voor alle andere redenen. Ze beschouwen zich niet als verraders. Je moet het zo stellen. Hè. Als je nu tegen een Vlaamse oostfronter zegt, je bent een landverrader. Hè, en als hij vanuit nationalistische middens komt, hè, dan is landverrader eerder een eretitel. Hè. En vooral dan de georganiseerde oud-oostfronters hebben zich ingespannen om hun grote gelijk op alle mogelijke manieren te bewijzen. Ze hebben dat op alle mogelijke manieren in publicaties en tijdschriften in de verf gezet. Maar toch stel ik ook vast dat heel wat, of niet weinig, oud-oostfronters ook in staat zijn tot een zeer kritische kijk op hun eigen oorlogsverleden. Ik heb geleefd. Dat steek ik niet onder stoelen of bakken. Ik heb angst gekend, ik heb honger gekend, ik heb misschien een beetje moed gekend, ik heb kou gekend, ik heb de luxe, ik heb half Europa gezien. Ik heb geleefd. Maar als men dan vaststelt wat dat er allemaal gebeurd is, van beide zijden, terecht of ten onrechte, het is gebeurd, dan moet men zich toch vragen stellen over het begrip oorlog zelf. Dan moet men zich vragen stellen, kan een oorlog aan wetten gebonden worden? En dan moet ik zeggen, dat is niet mogelijk. Een oorlog is iets onmenselijks, zal het altijd zijn en blijven, en zal nooit problemen werkelijk oplossen. Het is een nutteloos iets. Het is meer dan nutteloos. Het is mensonwaardig.